Professor de Wijk gaat ons gewoon eerst een verhaal vertellen over zijn expertise. En daarna kunnen wij de tijd nemen om daar vragen over te stellen. Ik zal niet veel van de tijd innemen, dus het woord is aan u. Ja, heel erg bedankt. Leuk om het zo even te doen, dat het toch gelukt is. Ik zal niet al te lang praten, want anders zit je tegen zo'n talking head aan te kijken. En dat lijkt me ook niet heel erg bevorderlijk voor de discussie. Dus ik heb liever dat we wat meer tijd besteden aan de discussie. En laat ik gewoon een paar dingen opmerken. Dan kunnen we gewoon losgaan met de discussie. Kijk, een van de stellingen die ik heb en die ik ook in een recent stuk heb verwoord, dat volgens mij gisteren of eergisteren is uitgekomen. Dat kun je trouwens downloaden bij de site van HCSS, geschreven op verzoek van Buitenlandse Zaken. Is dat eigenlijk wat je nu ziet met die coronacrisis, is dat een aantal trends die toch al zichtbaar waren, versneld zijn. Dus op zich, wat er gebeurt, is allemaal niet zo nieuw. Ik hoor allemaal discussies over, nou, de wereld gaat helemaal veranderen en het wordt nooit meer hetzelfde. En de mondiale bevoorradingsketens, die zullen helemaal anders worden ingericht. En nou ja, goed, dus ik bedoel allemaal voorspellingen dat het enorm gaat veranderen. Maar mijn stelling is dat wat er nu gebeurt heel sterk vergelijkbaar is met wat er in 2008-2009 is gebeurd met de financiële crisis. Wat je toen zag is dat een aantal trends die al zichtbaar waren ook versneld zijn. En je ziet diezelfde trends nu weer versnellen. En die trends zijn de opkomst van China, grote assertiviteit van Rusland en de verzwakking, en daar heeft alles mee te maken, van het Westen. Realiseer je dat dit de eerste crisis is waar de Amerikanen geen mondiaal leiderschap toont. En dat is denk ik heel erg belangrijk om dat even te onthouden. Want alle crisis vanaf de Tweede Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog zelf ook, dat waren crisis waar de Amerikanen een hoofdrol in speelden. En door de bank genomen ook wel een positieve hoofdrol. En dat is nu niet gebeurd. Die leiderschapsrol wordt nu in belangrijke mate overgenomen door China. En Rusland hobbelt daarop mee. Dus die kan die leiderschapsrol niet vervullen, want daar is het land gewoon economisch en qua aantal inwoners gewoon te klein voor. Maar wat Rusland wel kan doen, is natuurlijk gewoon proberen om gebruik te maken van de situatie en zijn invloed uit te oefenen. Dat doen ze ook. Wat je dus, ik weet niet hoeveel journalisten ik wel niet aan de telefoon heb gehad en met dit soort videoconferenties zelfs nog op televisie heb gesproken. En dat is dat men zegt, ja, zo'n pandemie die gaat de wereld echt helemaal veranderen. Nou, als je gewoon kijkt naar de pandemieën die er in het verleden zijn geweest, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het nooit tegengekomen als het dus inderdaad enorme veranderingen had teweeggebracht in de politiek, in de economie, in de geopolitiek, dat had ik dan wel geweten. Maar het is gewoon nooit gebeurd. Ik bedoel, de enige keer dat het wel is gebeurd was in de middeleeuwen tijdens de pest. Toen gingen er zoveel mensen dood dat de Britten en de Fransen niet meer oorlog konden voeren, omdat hun leger gewoon door de pest was weggevaagd. Ja, dat is nou een typisch voorbeeld, maar dat is toch wel een tijdje geleden dat dat gebeurd is. En als je dus gewoon nu kijkt naar de meer recente geschiedenis, ja, dan kun je zeggen van 1918, toen hadden we de Spaanse griep, meer slachtoffers dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ja, ook dat heeft niet grote effecten gehad. En wat veel mensen ook vergeten, is dat eigenlijk eigenlijk recenter ook dit soort pandemieën zich hebben voorgedaan. Ik heb ze nog eens even weer bijgepakt, maar 1957, 1958, ja, toen waren we nog niet geboren, maar zo lang is dat nou ook weer niet geleden. Toen viel er ook gewoon ruim een miljoen doden door een pandemie. Alleen al in Amerika 116.000 doden. Nou, dat is ongeveer nu het aantal waar Amerika ook aankomt. De Hongkong-griep van 1968, idem dito. Ik bedoel, zo lang is dat nou ook weer niet geleden. Gewoon een miljoen doden, niks gebeurd. Recenter, N1H1 uitbraak in China. Ja, grote problemen, niks gebeurd. Behalve dat een aantal Aziatische landen zich veel beter konden voorbereiden op de pandemie die ze nu hebben plaatsgevonden. Nou, dan wordt er vervolgens ook gezegd van, ja, maar de mondiale bevoorradingsketens die gaan allemaal veranderen. Want het is toch, hier blijkt
hoe kwetsbaar het is als je gemondialiseerd bent. Nou, mag ik er even aan herinneren dat in de middeleeuwen de pest via de zijderoutes uit China kwam. Gek genoeg uit de omgeving van Wuhan. Dus die hebben wat dat betreft de reputatie hoog te houden. Dat is heel opmerkelijk dat toen ook al uit China kwam. En toen was het ook gemondialiseerd. Ook toen kwam dus een virus via de zijderoutes, het heet er allemaal wat langer over dan nu, naar de rest van de wereld en zette de wereld in brand. Maar wat er feitelijk aan de hand is, is dat die demondialisering eigenlijk al veel langer aan de hand is. Het is niet een zaak van de afgelopen paar maanden dat vertraagd is. The Economist, beroemd blad, die schreef een anderhalf jaar geleden al over globalization. Dat is trouwens de uitvinding, die term, van een Nederlander. En daarmee probeerde die Nederlander, Barkas heette die, de Economist duidelijk te maken dat die vertraging van die economie en van die globalisering al lang aan zat te komen. Dat had onder andere verband met de economische ontwikkeling van China. Dat land wordt steeds duurder. Dat is steeds minder het lage lonenland dat de werkplaats van de wereld is. Wat er nu gebeurt op dit ogenblik is dat Chinese bedrijven de productie in eigen land te duur vinden en nu naar andere landen gaan om daar te laten produceren. Bijvoorbeeld naar Afrika of naar Vietnam. Vietnam is een belangrijk land. Dus dat is al een hele tijd aan de gang. Trumps handelsoorlog, de Brexit, hebben ook bijgedragen aan die vertraging van de wereldhandel. Dus wat je ziet is dat al enige tijd sprake is van een grote verandering op dit gebied. Overigens, technologie speelt er ook een belangrijke rol bij. China maakt steeds meer hoogtechnologische spullen zelf, hoeft dat ook niet meer te kopen vanuit het buitenland. Ook dat vertraagt de handel. Maar wat je ook ziet, is dat China zich aan het transformeren is naar een economie die steeds meer drijft op diensten. Nou, die diensten en de interne markt in China, die kunnen gewoon niet geëxporteerd worden. Je kan kappersdiensten, bij wijze van spreken, niet exporteren. Dat kan niet. Je kunt wel de diensten van bijvoorbeeld een grote consultancy exporteren, maar heel veel diensten zijn gewoon niet te exporteren. Met andere woorden, je ziet dat die vertraging al heel snel aan de gang is. Wat het belangrijkste gevolg van die crisis is dat er dus een acceleratie heeft opgetreden van geopolitieke verandering. En dat kan je ook heel goed zien. En dat heeft ook allemaal niet zo, laten we zeggen, het nieuws gehaald de afgelopen maanden. Maar als je kijkt wat er gebeurd is met China, dan is dat denk ik tamelijk interessant. Je ziet bijvoorbeeld dat China van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om journalisten uit te zetten van de New York Times en de Washington Post. Dat hebben ze gedaan om het hele narratief, het hele verhaal rond corona en het geweldige succes dat China daarin heeft geboekt, vinden ze zelf, om dat te etaleren. Ze hebben dus eigenlijk gewoon, zeg maar, de kritische geluiden monddood gemaakt. Het heeft ook geleid tot meer repressie intern. Wat wel het nieuws volop heeft gehaald, is natuurlijk de grote repressie in Hongkong. Dat was wel een slim moment om dit te doen vanuit Chinees perspectief, want er kon eigenlijk niet zo veel tegenin worden gebracht, omdat het hele Westen met zichzelf bezig was. Wat je ook ziet, is dat de Chinezen bezig zijn geweest om de Zuid-Chinese Zee meer onder controle te krijgen. Er is een initiatief geweest om twee nieuwe districten op te richten in de Zuid-Chinese Zee, en ze vallen nu onder een stad in het zuiden van China. Daarmee wordt dus die grip op de Zuid-Chinese Zee vergroot. Ja, daar is ook weinig over geschreven. Er is weinig aan gedaan. De Amerikanen hebben wel twee oorlogsschepen het gebied in gezonden. Maar dat is het ongeveer. In Europa is geprobeerd om farmaceutische industrieën te kopen. Met name in Duitsland. Daar heeft de Europese Unie een stokje voor gestoken. En het resultaat daarvan is dat in Europa, de Europese Unie en Duitsland met name, het hele idee om buitenlandse investeringen te gaan screenen op hun gevolg voor de nationale veiligheid, dat die versneld is.
Maar aan de andere kant zie je dus ook dat China enorm gewerkt heeft aan zijn soft power. En dat zijn bijvoorbeeld die hulpgoederen die zijn verscheept naar Europa. Eerst naar Italië, waar ze met veel tantan binnen werden gehaald, maar ook Nederland uiteindelijk. Ook Servië, daar begon het. Eigenlijk begon het met Servië, vervolgens Italië. En zo is dat een beetje uitgedijd over heel Europa. En het punt alleen is met die hulpgoederen, is dat ze heel politiek waren. Er is een hoop tamtam omheen gemaakt, hè? Dus heel veel propaganda is er gepleegd rond die hulpgoederen. Heel erg veel televisie ook in China, om te laten zien wat China allemaal aan het doen is, om duidelijk te maken dat China daadwerkelijk die internationale leiderschaprol op zich aan het nemen is. By the way, toen de crisis in Wuhan uitbrak, zijn ongelooflijk veel hulpgoederen, inclusief miljoenen mondkapjes, van Europa naar Wuhan gegaan. En toen hebben de Chinezen gevraagd, willen jullie daar niet al te veel aandacht aan besteden? Doe dat zo low-key mogelijk. Om duidelijk te maken, ook naar de eigen bevolking, dat ze het allemaal zeer onder controle hadden. Dat was dus natuurlijk niet zo. Dus wat je ziet, is dat er dus dat met die hulp is geprobeerd om die soft power, die aantrekkingskracht, die aaibaarheid zeg maar, van China verder op te bouwen. En dat is ook wel gelukt. Als je gewoon kijkt naar hoe dat gegaan is in Italië, dan is echt de steun voor China enorm toegenomen. Dat geldt ook voor Tsjechië, dat geldt voor Servië, dat geldt maar ook voor landen als Duitsland. Interessant is dat Rusland daar veel minder in is geslaagd. Misschien kan je nog herinneren, op een gegeven moment werden er hulpgoederen vanuit Rusland naar Europa gebracht. In dozen met From Russia with Love. Echt, ik bedoel, hilarisch moet je wel zeggen, want dat komt uit een James Bond film. Maar dat hebben ze dus gewoon gedaan. Het probleem is alleen dat die goederen niet echt deugdelijk waren. En die zijn allemaal, die zijn gewoon afgewezen onder andere in Italië. En bovendien, Rusland ging ook gewoon door met zijn ondermijnende activiteiten. En dus, zeg maar, die hele discussie rond nepnieuws, het fabriceren van nieuws, het verspreiden van geruchten, allerlei complottheorieën, die komen in zeer belangrijke mate uit Rusland. Die zijn ook in China ontstaan, maar Rusland kon er echt wat van. Dat kan je ook heel goed zien op die website van de Europese Unie, van de External Action Service. Dat is een interessante website, moet je eens naar kijken. Omdat daar namelijk heel goed aan wordt gegeven hoe dat gefabriceerd is en wat voor boodschappen er worden verspreid. Er worden boodschappen verspreid over het ontstaan van een virus in laboratoria. Er wordt allerlei flauwekul verspreid over wat Trump trouwens heeft opgepakt en ook heeft verspreid. Namelijk dat bepaalde ontsmettingsmiddelen heel goed zouden helpen tegen corona, dat komt uit Russisch koken in belangrijke mate. He, en dat, dan zie je dus gewoon hoe die sociale media een rol in spelen. Dat wordt helemaal verspreid. Vervolgens wordt ook, en dat is niet onbelangrijk, en ik denk dat dat het grootste effect is van die versnelling van de ontwikkeling die we gezien hebben, de Europese Unie ondermijnt. Dus dat gebeurt natuurlijk door die propaganda. Je hebt grote groepen binnen Europa die heel sterk pro-Russisch zijn en die daarin meegaan. Maar heel succesvol is dat niet. China is daar veel succesvoller in geweest. Want de hulp die verleend is, die is in belangrijke mate via het zogenaamde Belt and Road initiatief, dat zijn die nieuwe zijderoutes, is dat verspreid in Europa. Dat was het primaire aanspreekpunt. Plus het 17+1 format. 17 minder rijke Europese landen, vooral in het Midden- en Oost-Europa en in het Zuiden, die zijn aangesloten bij dat 17+1 format, hebben eigenlijk gezamenlijk gek genoeg bilaterale overeenkomsten, afspraken met China en praten ook met China. En als beloning voor dat 17+1 format en de Belt and Road initiatief is dus in belangrijke mate de eerste hulpverlening allemaal gegaan via die bestaande structuren. Daar kon Rusland ook niet op terugvallen. Die hebben dat soort structuren niet. Dus dat is ook een andere verklaring waarom dat allemaal doodviel, die Russische hulp. Maar voor China was dit een zeer belangrijk punt om succes te boeken. En daarbij komt dat veel landen om
redenen zijn, om opportunistische redenen lid zijn geworden van de Belt and Road Initiatief. Om de Brussel te laten zien, en met name de noordelijke landen, Duitsland, maar zeker ook Nederland, duidelijk te maken dat er alternatieven zijn voor Brussel. Dat China een goed alternatief is voor Brussel als dat nodig is. Dat is niet zo, want als je gewoon kijkt van hoeveel handel er wordt gedreven met China, dan is dat misschien 3-4%. Meer zal het niet zijn. Duitsland staat helemaal aan de top met 9%. Maar het Verenigd Koninkrijk met zijn Brexit, die ook aan het kijken is naar China, is geloof ik iets van 2,7% van de totale handel die met China wordt gedreven. Dus dat is heel erg weinig. Maar de politieke effecten zijn wel heel groot hiervan. Omdat als je dus lid wordt van dat soort clubs en je zegt van dit is ook om te laten zien dat het een alternatief is voor Brussel en China die speelt op in, ja, dan heb je natuurlijk een enorme verscheuring binnen de Europese Unie. Ik roep ook al tijden dat, laten we zeggen, niet Amerika of de Brexit of de populisten in Europa een bedreiging vormen voor de Europese Unie, maar dat Belt and Road initiatief en die schiftende loyaliteiten die je op dit ogenblik ziet. Wat kunnen we nou eigenlijk doen? Laten we even gewoon naar Nederland kijken. Dat is misschien wel aardig om. Kijk, Nederland die heeft, is niet beter of niet slechter door deze crisis gekomen dan andere landen. Ik heb net drie maanden lockdown achter de rug in Frankrijk. Dat land dat is economisch slechter aan toe dan Nederland. Qua aantallen slachtoffers per 100.000 per miljoen inwoners. Is het ongeveer iets erger, maar niet heel veel erger dan Nederland. Nederland zit ongeveer op het niveau van Amerika. Qua aantallen slachtoffers per miljoen inwoners. Die intelligente lockdown die heeft wel heel erg veel wrevel gewekt in andere landen. Omdat men zei van ja, doen wij het dan niet intelligent? Hè? Wat is er zo intelligent aan jullie lockdown? Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan is die lockdown ook niet zo geweldig intelligent geweest, dat was niet intelligenter dan andere landen. Maar wat wel interessant is, is dat de wijze waarop op dit ogenblik in Nederland wordt gesproken over de zuidelijke landen echt enorm schadelijk is geweest. Dus Wopke Hoekstra die heeft gezegd van ja, maar er gaat geen geld naar de Italianen toe. Ze moeten eerst ook echt op orde op zaken stellen. Nou ja, dat heeft nu geleid tot een geweldige reactie in de Europese Unie, waarbij ook de premier van Portugal zei van Nederland kan je niet beter gewoon de Europese Unie verlaten. He, dus daar is echt wat aan de hand. In Nederland, ik had er vorige week nog een discussie over met een parlementariër. Ik zei, wat is dat nou? Ja, wij denken toch dat wij alles beter doen in dit land. En dat we het echt intelligenter doen en dat het effectiever is. En ik zeg, maar is dat ook zo? Nou ja, hij zei, dat wordt niet gesteund door de feiten. Dus wil je hier nog wat van maken, ook in Europees verband en ook gecombineerd dus met het terugdringen van die invloed van China en Rusland en het totaal afhaken van Amerika, dan zul je een aantal dingen meer gezamenlijk in Europees verband moeten gaan ontwikkelen. En dat betekent met name dat in Nederland de mindset echt wel in mijn optiek moet gaan veranderen. Want wat je nu ziet is dat zeg maar, de meer gematigde partijen nu ook de anti-Europese sentimenten hebben overgenomen van de flanken van het politieke spectrum. En daar loop je dus nu gewoon keihard tegenaan, nu je gezamenlijk een oplossing moet proberen te vinden voor de economische effecten van de coronacrisis. Dat Europa niet echt goed samenwerkte op het gebied van de pandemiebestrijding, allemaal tot je dienst. En de reden is gewoon dat Europa niet gaat over de gezondheidszorg. En dat is een bewuste keuze geweest van Europa. Nederland zal wat dat betreft echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen en zal ook bijvoorbeeld moeten gaan nadenken over de effecten van zijn binnenlands beleid voor het buitenland. Kunnen jullie nog herinneren dat Nederlanders die vastzaten in Marokko niet gerepatrieerd konden worden? Kan je dat nog herinneren? Nou, dat heeft te maken met de gunfactor. Ik kom regelmatig in Marokko en heb daar veel contacten met hoge pieten, zeg maar, in de regering. En ik weet 100% zeker, en ik heb dat ook nog gecheckt, en dat is ook zo, dat die Marokkanen zeiden van, ja, hoor eens even, jullie pakken ons zo aan. En er is zoveel problemen met jullie.
Dat heeft te maken met sociale voorzieningen die mee moeten worden genomen. Dubbele nationaliteit, al dat soort dingen. Gewoon de keiharde toon in de Tweede Kamer. Dat we gunnen jullie het gewoon even niet dat die mensen snel terugkomen naar Nederland. En dat leidt natuurlijk allemaal weer tot grote verontwaardiging in de Tweede Kamer. Van hoe halen die hieruit in het hoofd? Maar men had gewoon niet door, ook in de Tweede Kamer, dat er gewoon bewust beleid achter zit. Men gunde ons Nederlanders niet meer een makkelijke uitweg uit die crisis. Wat je vervolgens ziet, is dat door die Chinese assertiviteit in Europa en de poging om inderdaad farmaceutische industrieën te kopen, er wel een drive op gang is gekomen, met name in Duitsland, om heel goed te kijken naar de investeringen die landen als China doen. En die te toetsen op basis van een impact op de nationale veiligheid. En dat is ook precies wat op dit ogenblik, gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat we in Europa helemaal niet heel erg veel meer gaan produceren. Zelf gaan produceren aan medicijnen. Omdat wij. Dat heeft te maken met die hele discussie over de mondiale bevoorradingsketens. En de reden is dat ik niet geloof dat je in staat bent om 18 miljoen medicijnen hier in Europa te gaan produceren. Dus we hebben ongeveer 18 miljoen belangrijke medicijnen in de wereld. Dat kan niet. We hebben de grondstoffen niet. We hebben de know-how niet meer. We hebben de capaciteit niet meer om het te produceren. Kortom, dat gaat helemaal niet meer. We zullen misschien een aantal dingen hier naartoe halen. Maar de grote omslagen die gaan komen als je gaat 3D printen. Er is uitgerekend dat als je veel gaat 3D printen, onderdelen voor auto's gaat printen, allerlei zaken die je gewoon uit de printer kunt halen, dan zou in rond 2060 er een situatie kunnen ontstaan dat de handel ongeveer gehalveerd is. Dat zou kunnen. En sommige mensen zeggen dat gaat veel eerder gebeuren. Ik ben geneigd om dat te geloven. Dan zou dat al rond 2040 het geval kunnen zijn. Maar eigenlijk is dus de moraal van dit verhaal, met Rusland, met China, met het ontbrekende leiderschap van Amerika, dat het onontkoombaar is dat wij hier in Europa gewoon de handen ineens slaan en een aantal dingen beter gaan doen. Dus wat dat betreft, voor het aanstaande vrijdag, wanneer er een videoconferentie is tussen staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, wel een hele belangrijke, want daar moeten principebesluiten worden genomen over dat grote reddingsplan. Dat is voorgesteld door de Europese Commissie. En waar Nederland in belangrijke mate dwars ligt, omdat ze geen behoefte heeft dat geld om niet wordt gegeven aan landen als Italië. Het lijkt mij eerlijk gezegd een onhoudbare positie, omdat het redden van landen als Italië, maar het geldt ook voor Frankrijk en Spanje, ook in ons eigen belang is. Italië is een van onze grootste handelspartners. Valt die weg, dan hebben we echt een probleem. Wordt de interne markt geschaad, dan hebben we ook een probleem. Dus wat je ziet is dat die eenheid door de bank genomen door crisis, dat hebben we ook gezien met de vorige crisis, de financiële crisis, wel geaccelereerd wordt. En als het goed is, gebeurt dat nu weer, maar ik ben er niet helemaal zeker van, in verband met de anti-Europese sentimenten die er met name in Nederland zijn. Nederland zou wat dat betreft een spelbederver kunnen worden. Nou goed, tot slot. Eigenlijk voor het hele buitenlands beleid, defensie, geldt hetzelfde. Je zult het Europees moeten doen op het moment dat het Amerikaanse leiderschap, en dat hebben we nu gezien met het terugtrekken van Amerikaanse troepen, die is aangekondigd door Trump. Als dat leiderschap verder erodeert, dan zul je op een gegeven moment, veel meer gezamenlijk moeten doen. Je kunt ook zeggen van, nou ja, laat het allemaal maar zitten met de Europese Unie. We doen het alleen wel. Ja, dan word je een soort, dat kan hoor. Maar dan moet je wel een strategie daarvoor ontwikkelen, dat je inderdaad je kunt ontwikkelen tot een soort Singapore aan de Noordzee. Dat kan. Ik zou het je niet aanraden, omdat daar gewoon heel veel kennis niet voor aanwezig is. En al zeker niet de meer nationaal gerichte politieke mindset die je op dit ogenblik in de Tweede Kamer ziet. Met andere woorden, tot slot. Ja, Nederland die staat feitelijk voor een keuze die door de coronacrisis alleen maar urgenter is geworden. Gaan we het multilateralisme versterken? Of gaan we dat multilateralisme verzwakken? En dan is de grote vraag, wat dan? Nou, misschien moeten we daar maar eens even over gaan praten. Zal ik hier even stoppen? Ja, dank u wel. Ontzettend interessant. Ook
perfect binnen een goede tijd, korte tijd uitgelegd. Ik vind het, ik heb zelf enorm veel vragen, ik heb meegeschreven. Maar laten we eerst even kijken of er mensen zijn die vragen hebben in de zaal, wil ik zeggen, maar op Zoom. Kan je het handje omhoog steken? Ja. Daniel, ga je gang. Ja, zo. Oké, okay. Ik heb eigenlijk verschillende landen heb ik een paar vragen, maar had ik al eerder opgesteld. Maar laat ik het houden bij de VS nu. Wat denkt u dat momenteel het grootste probleem is, of wat de grootste problemen zijn van de VS? Nou, multilateralisme, dat wordt afgezworen, dat is denk ik het grootste probleem. Hè? Realiseer je dat de wereldorde waarin we leven op dit ogenblik, die is door de Amerikanen, de Britten, geschapen. Na het eind van de Koude Oorlog, na het eind van de Tweede Wereldoorlog. En die orde, en met zijn instituties, zoals de Wereldhandelsorganisatie, het IMF, de Wereldbank, de Veiligheidsraad, alles staat op dit ogenblik volledig onder druk. En dat is echt een heel groot probleem. Zeg maar, dus de ordening van de wereld, die loopt op dit ogenblik gevaar. En als dat gebeurt, dan weet je gewoon dat dat fricties oplevert. En fricties in de internationale betrekkingen betekent altijd gedoe. Dat zal niet direct tot oorlogen leiden, maar wel tot gewoon continue diplomatieke fricties. En mogelijkerwijs hier en daar ook nog eens een keer militaire prikacties. Zoals we dat gewoon de afgelopen maanden hebben gezien van de Chinezen in de Zuid-Chinese Zee. Waar dus de Amerikanen ook op gereageerd hebben door het zenden van oorlogsschepen dat gebied in. Dus dat ga je gewoon krijgen. Je gaat naar een instabielere wereld. Waarbij je moet constateren dat de grootmachtspolitiek weer terug is. Dus je hebt eigenlijk gewoon een situatie krijg je. Waarin die grootmachten weer met elkaar gaan strijden. En daar zit het grote probleem. En het is bewust beleid. Ook bewust beleid van Trump. Bedankt. Eliane, wil jij modereren? Dat is makkelijker, denk ik, hè? Yes, oké. Okay. Ik zie eerst Guido of Joep. Ja. Mijn vraag sluit eigenlijk een beetje aan op die van Daniel. Want we hebben natuurlijk binnenkort Amerikaanse verkiezingen, presidentsverkiezingen. In hoeverre denkt u dat de uitslag daarvan een verschil kan maken in het, wat u noemde, het ontbreken van Amerikaans leiderschap? Verkiezingen, hè, zei je? Ja. Ja, sorry, ja, je viel even weg. Ja. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Kijk, stel je voor dat Biden het wordt. Als we nog via Trump hebben, dan houden we dit natuurlijk en dan gaat het waarschijnlijk ook nog een keer in een hoge versnelling. Maar Biden, die heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan Europa, Europese Unie en de NAVO. In de eerste plaats moet hij zijn land economisch bovenop zien te krijgen. In de tweede plaats heeft hij te maken met aanhoudende sociale onrust in eigen land, die ook gerelateerd zijn aan de economische crisis. Dan vervolgens gaat hij een nog groter punt maken dan Trump van China. Dan komt er een hele tijd niks en dan is er Europa. En Europa is dan niet het deel van de wereld dat, laten we zeggen, beschermd moet worden door Amerika, maar waarmee moet worden samengewerkt, ook in Azië. Dat gaat gewoon gebeuren. Dus wil je de NAVO bijvoorbeeld in stand houden, dan zul je waarschijnlijk het verzoek krijgen uit de Verenigde Staten om mee te gaan doen met operaties maritiem in en rond de Zuid-Chinese Zee. En dan zeggen de Amerikanen, ja, maar hoor eens even, die solidariteit van ons met jullie, die kan niet eenrichtingsverkeer zijn. Jullie moeten ook solidair zijn met de rest van de wereld. En als China opkomt, dan is het volstrekt helder dat je ook naar China moet kijken. Ik denk dat je die discussie gaat krijgen. En Biden die heeft het al aangegeven in een groot stuk wat hij in Foreign Affairs heeft geschreven, nog niet zo lang geleden. Dat China gewoon zijn belangrijkste prioriteit is. En realiseer je dat Obama, die dus hier in Europa werd onthaald als een soort messias die op aarde nederdaalde. Dat was de man die de Amerikaanse troepaanwezigheid gehalveerd heeft. En die de pivot to Asia heeft ingezet in 2011. Met andere woorden, er zal niet heel veel veranderen, behalve in de retoriek.
Maar ik sluit zelf niet uit dat ook troepenreducties die nu worden ingezet door Trump, dat die worden afgemaakt door Biden. Het zou mij niet verbazen. Wat we niet kunnen verwachten van Biden, en dat is wel is een handelsoorlog tussen Amerika en de Europese Unie. En de frontale aanval om de Europese Unie politiek uit elkaar te spelen. Dat zal niet gaan gebeuren. Het is trouwens allemaal niet gelukt met Trump. Maar dat zal Biden zeker niet. Dus dat is grote winst. Okay, is de oplossing dan volgens u een Europees leger? Nee, kijk, een Europees leger, dat klinkt lekker. Maar zolang wij soevereine staten zijn, gaat dat niet gebeuren. Dus ik heb het daar ook eigenlijk nooit over. Ik vind dat een aardig idee. Maar zolang als ik leef, wordt er al over gesproken. Het eerste idee daarover werd al gelanceerd voordat ik geboren werd. Dus dat is ook inmiddels al een tijd geleden. Dus dat gaat niet. Zolang Europa bestaat uit soevereine staten. En ik denk dat jullie het ook niet meemaken. Dat er echt een Verenigde Staten van Europa is. Waarin de soevereine staten echt hebben plaatsgemaakt voor iets anders. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dat mee gaan maken. Maar misschien ook wel. Dan heb je een ander verhaal. Dan krijg je dat. Maar anders krijg je gewoon vormen van een Europees leger dat een beetje vergelijkbaar is met een soort opgepept Nederlands-Duits legerkorps. Het is een goed voorbeeld van hoe je multilateraal kan samenwerken. Als je dat doet met meerdere landen, dan heb je eigenlijk ook een Europees leger, maar die bestaat dan uit onderdelen van de soevereine landen. Nou, dan moet je dus proberen te regelen, en dat hebben we dus gedaan in het Duits Nederlands legerkorps, hoe je dan die soevereiniteit daarin tot uitdrukking brengt. Nou, dat doen we dus ook binnen de NAVO. Dat is een vrij technisch verhaal. Maar het heeft gewoon te maken met het feit dat je het commando overdraagt aan een supranationale autoriteit of een internationale commandant. Maar je houdt altijd de mogelijkheid om je troepen eruit terug te trekken. Dat heet operational versus full command. Dus dat kan. En ik denk dat het daar ongeveer wel op blijft hangen. Maar dat zal een enorme stap voorwaarts zijn als we dat gaan doen. Dank u wel. Oké, dan gaan we nu door naar Didi. Yes, ik wil eigenlijk inhaken op de Zuid-Chinese Zee, omdat ik het best wel interessant vind. En omdat er best wel veel protest was van buurlanden, onder andere Filipijnen, die daar best wel commentaar op hadden. Ja. Hoe is deze situatie veranderd onder corona? Ging er een stuk minder aandacht op ligt? Ja, ik denk dat ze gewoon gebruik hebben gemaakt van die coronacrisis, door nu heel snel eventjes die twee districten in te richten, zodat ze zeggen, ja, nou, die horen overduidelijk bij ons. Kijk, wat de Chinezen aan het doen zijn, is gewoon illegaal. Want in 2016, eigenlijk iets daarvoor, is er een zaak aangespannen door de Filipijnen over de Zuid-Chinese Zee, waarbij China zegt van, wij claimen het hele gebied. Ze zijn naar Den Haag gegaan, naar het permanente hof van arbitrage. En hebben de Filipijnen hebben hun gelijk gekregen. Het hof van arbitrage in Den Haag zei van, ja, hoor eens even, er is helemaal geen enkele reden om te denken dat die claims valide zijn. Die zijn gewoon niet legitiem, niet legaal van China. Die hebben er gewoon alles van tafel geveegd. Er zijn geen claims, maar China heeft gewoon gezegd, bekijk het maar. En we gaan toch die claims effectueren. Nou, de reden is natuurlijk het feit dat China gewoon steeds sterker wordt. Inmiddels kan Amerika ook niet meer zonder veel risico de Zuid-Chinese Zee binnenvaren met de oorlogsschepen. Als de Chinezen dat willen, dan kunnen ze gewoon die oorlogsschepen afschieten. Nou, dat is echt anders dan 10 jaar geleden. Je ziet dat de machtsveranderingen aan het verschuiven zijn. En dat China dus eigenlijk assertiever aan het worden is. Maar dit is ook al een zaak die al jarenlang aan de gang is. Ja? Oh, oeps. De volgende vraag is van Evianne. Ja, ik had een vraag over de VN-veiligheidsraad. Want ondertussen staat hij ook al een hele tijd. En natuurlijk de permanente 5 leden. Maar denkt u dat er ooit zal gebeuren dat er een wisseling in zal zijn in de leden? Dat er toch landen zoals Frankrijk uit zullen gaan? Je viel even in het begin weg. Een wisseling van leden van? Van de Veiligheidsraad, van de permanente leden. Ja, daar ziet het niet eruit. En je,
Je zou denken van waarom ruil je niet die zetel van de Fransen en de Britten om? Ja, Britten kan al niet meer, maar van de Fransen om in een zetel van bijvoorbeeld de Europese Unie. En vul je het niet aan met India. Japan zou erbij moeten. Dat wordt geblokkeerd door China. Nee, die discussie zit totaal vast. Dat er iets moet gaan veranderen in die veiligheidsraad, dat lijkt me overduidelijk, want een aantal landen, ja, het is natuurlijk gewoon een afspiegeling van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Dus 75 jaar na dato zou je kunnen zeggen dat de wereld toch wel een beetje veranderd is. En dat landen als Japan, India, en er wordt natuurlijk ook gedacht aan Afrikaanse landen, misschien Nigeria, wat misschien wel een keer in de verre toekomst ooit eens een keer een nieuwe wereldmacht zou kunnen worden. Dat soort landen erin zouden moeten. Maar dat wordt echt op dit ogenblik geblokkeerd door de bestaande leden van de Veiligheidsraad. Ik zie dat niet gebeuren. Die discussie loopt al jaren, maar ik zie het gewoon niet gebeuren. Oké, dan gaan we door naar Aaron. U had het over conflicten die ontstaan tussen grootmachten. Zijn de spanningen die nu zijn ontstaan tussen India en China in die Himalaya, is dat iets om op te letten? Is dat een conflict dat inderdaad, is dat iets, zeg maar, kan dat oplaaien en echt een groot conflict worden? Of zijn de belangen er niet goed groot genoeg voor? Ja, maar dat conflict loopt al van jaren 60. Dat grensconflict loopt al heel erg lang. Die grensconflicten zijn er ook met Bhutan. Dat ligt in de buurt. En het is eigenlijk jarenlang is het rustig geweest. Maar er zijn al oorlogen geweest tussen China en India. En je ziet nu dat het weer uit de hand aan het lopen is. Ik moet eerlijk zeggen, ik was op reis van Frankrijk naar hier. Dus ik heb niet helemaal precies gevolgd wat er nou is gebeurd in dat grensgebied. Maar het past wel helemaal in het beeld van een voortgaand conflict. Ja, daar moet je wel op letten, want het zijn toch nucleaire mogelijkheden. En dat geldt ook voor het conflict wat er is tussen India en Pakistan. Dat zijn ook nucleaire machten. Tegelijkertijd kun je zeggen dat juist de aanwezigheid van die kernwapens ervoor zal zorgen dat het conflict niet helemaal escaleert, omdat dat gewoon het einde betekent van... niet helemaal van die landen waarschijnlijk, maar de schade zal dan onoverzichtelijk zijn. En dus ja, dit is wel iets om op te letten, maar het is geopolitiek veel interessanter. Dat zeg maar, als je het hebt over het opwerpen van een tegenwicht tegen China, je dan toch wel tot de conclusie kunt komen dat een land als India veel meer aan onze kant zal staan dan aan de kant van andere landen. He, dus Amerika die is ook bezig om op die reden India naar zich toe te trekken. Dus het biedt ook gewoon kansen voor het Westen. Oké, dus eigenlijk moeten wij als Europa iets meer buiten onze eigen landen gaan kijken voor bijstanders van onze zaak. Ja, ik vind dat wel. Maar dat betekent dus wel dat Europa een geopolitieke speler moet worden. He, deze commissie van der Leyen die heeft ook gezegd dat ze dat willen worden. Maar dat is allemaal erg lastig hoor, om een geopolitieke speler te worden. Maar dan zou je dus dan zou je dus partijen moeten gaan kiezen in dit soort conflicten. Ja, dat klopt. Waarmee je dus weer op ramkoers komt te liggen in China. Maar we moeten dat, het is onomkoombaar hoor, dat we dat gaan doen. Heel even tussendoor. Guido, is het nog de bedoeling dat jullie hand omhoog staat of niet? Ik ga ervan uit dat dat een nee is. Dus dan gaan we eerst door naar Frank. Dankjewel, Julianne. Ik had een vraagje over extremistische groeperingen. Want afgelopen jaar was Dick Schoof ook bij ons en had een lezing gegeven. En volgens hem was een van de allergrootste dreigingen voor de Nederlandse democratische samenleving de toename van extreem linkse en rechtse groeperingen. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af of wat uw mening daarover is met betrekking tot corona. Denkt u dat het een negatief of een positief effect gaat hebben op de ontwikkeling van deze groepen? Theoretisch gezien moet dat een negatief effect hebben. Omdat dat heeft op zich niks met corona te maken. Want die corona doet niet zoveel. Het,
zijn weer de effecten van de coronacrisis. De effecten van corona zijn veel meer economisch. En dat weten we ook van alle andere pandemieën die zijn geweest. Economisch hakt dat er flink in. We weten ook dat sociale en politieke stabiliteit een afgeleide zijn van bijvoorbeeld economische groei en economische veiligheid die mensen hebben. Dus in die zin, als die sociale en die maatschappelijke en die politieke stabiliteit aan het afnemen is, dan mag je verwachten dat in de radicalen, in het spectrum, dat toeneemt. Dat hebben we altijd gezien. En dat zien we in Amerika gebeuren. We hebben dat een aantal malen gezien in Nederland. We hebben dat gezien na het afloop van de financiële crisis. Er gebeuren verschillende dingen. Dus het ontwricht, als je niet uitkijkt. En wat je ook ziet, is dat met name bij bepaalde segmenten van de beroepsbevolking het aantal zelfmoorden enorm toeneemt. En er is ook een relatie hier tussen ontwrichting en politieke instabiliteit en dat fenomeen. Dat heet de death of despair. Dat hebben we gezien in de Verenigde Staten. We hebben dat gezien na de val van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren 90. Dus met name mannen van middelbare leeftijd die kostwinner zijn, die helemaal totaal buiten de boot te vallen, zijn vaak wat minder goed opgeleide. Die zuipen zich kapot of die plegen zelfmoord op andere wijze. En dat is zeer significant. Dat heeft geleid tot enorme oversterfte. Alleen al in Nederland leidde dat in de periode tot 2012, dus na de financiële crisis, tot een oversterfte van 2000 mannen in die categorie per jaar. En dus dat zijn vaak ondergeschikte of onderbelichte problemen, maar die zijn wel belangrijk en die gaan hand in hand met de radicalisering. Dus ik denk inderdaad dat ik dat deel met Dick Schoof. Dat was helder, dank u wel. Interessante vraag. Dan gaan we door naar Lian. Ja, hi. Ik vroeg me af of er nog een Europese mogelijkheid is om het Belt and Road Initiative, de macht die eigenlijk China daarbij krijgt, te beperken, of dat het eigenlijk al te laat is? Ik denk dat het al te laat is. Het is al, het punt is natuurlijk dat, wat ik al heb gezegd, een aantal landen die is lid geworden van Belt and Road of 17+1 format, om opportunistische redenen, om duidelijk te maken dat er veel meer mogelijkheden zijn dan alleen maar de steun van Brussel. Dat wordt niet geschaad door de feiten, maar dat maakt niet uit. Het is de perceptie, het is het idee dat het inderdaad zo is. Ik denk dat dat gewoon in wezen al te laat is. Maar wat je dus nu wel ziet bijvoorbeeld, is dat de Europese Unie bepaald heeft dat er verplichte screenings moeten komen voor buitenlandse investeringen. En dan wordt dat vrij algemeen geformuleerd, maar in wezen gaat dat natuurlijk in belangrijke mate om China. Je ziet dat de Europese Unie daardoor politiek veel minder één wordt. En dat is natuurlijk ook heel erg prettig voor landen als China, maar ook voor landen als Rusland of voor de Verenigde Staten. Want een politiek speler die één is, is natuurlijk veel machtiger dan een verdeeld Europa. China heeft absoluut geen behoefte aan een arm Europa. Absoluut niet. Want je moet, maar aan een rijk en politiek verdeeld Europa. Dat is precies ook wat Rusland wil. De Chinezen richten zich meer op de Europese Unie. De Russen richten zich meer op de NAVO. En Amerika richt zich op allebei. Daar komt het feitelijk op neer. Maar het is natuurlijk vrij logisch. Want daarmee ontmantel je de Europese Unie als een geopolitieke speler. In die zin is het heel bijzonder dat die Unie nog steeds zo bij elkaar is gebleven. En dat hij dus eigenlijk gewoon niet echt uit elkaar is gespeeld door die externe krachten. Maar hij wordt uit elkaar gespeeld door de interne krachten. Dankjewel. Wat denkt u dat het beste is wat Europa nog daartegen kan doen om die schade te beperken van zo'n machtig China? Nou ja, kijk, het gebeurt al. Hè, dus door die buitenlandse investeringen aan te pakken en die te gaan screenen. Er is al een blokkade opgeworpen tegen de overname van farmaceuten in Duitsland. Onder andere een bedrijf dat redelijke vorderingen maakte met de ontwikkeling van een vaccin. Maar wat je nu ziet, ja, het gaat allemaal langzaam, dat is het hele punt. Is dat als Europa het voor elkaar krijgt om dit nieuwe economische herstelplan aan te nemen,
dan horen daar dus ook nieuwe bevoegdheden bij voor Brussel. Die gaan er nu ook komen, omdat veel van het geld via Brussel wordt verdeeld. En de lidstaten moeten aan Brussel kenbaar maken hoe ze willen dat het geld wordt besteed. Maar Brussel bepaalt, ja, dan ga je wel heel snel in de richting van de politieke unie. En daarmee wordt het steeds lastiger voor landen, en voor de drie landen die ik noemde, om de Europese Unie nog verder uit elkaar te spelen. Maar ja, veel zal afhangen van landen als Nederland. En Duitsland is al overstag. Maar een land als Nederland is wel echt, daar wordt met zorg naar gekeken op dit ogenblik binnen de Europese Unie. Die kan het blokkeren. Daar sluit mijn vraag dan weer heel goed op aan. U had het eventjes over de situatie nu. Nederland die zich heel erg afzet tegen het zuiden van Europa. Is de toekomst zo voorspelbaar dat Nederland uiteindelijk ook gewoon gaat zeggen van we kappen ermee? Of gaat het hier intern, laten we het even nationale politiek noemen, ook nog zodanig veranderen dat we opeens een hele pro-Europees kabinet krijgen te zitten? Ik vraag me een beetje af wat uw visie vanuit het internationale op het nationale politiek hier is. Ja, nou ja, ik ben wel daar redelijk bezorgd over. Bijvoorbeeld de Brexit is gewoon een ongeluk. Het was niet de bedoeling om van Cameron om de Britten uit de Unie te halen. Ik ben niet diep onder de indruk van wat er in de Tweede Kamer gebeurt, hoeveel het kennis hier er is. Ik maak me zorgen over de grote mate van opportunisme wat daar speelt. Wat we hebben gezien de afgelopen 10 jaar onder Rutte, is dat de argumenten, de anti-Europese sentimenten die leven in de politieke flanken, die zijn overgenomen door het midden, het politieke midden. De reden waarom ze dat gedaan hebben, is om die extremere partijen de wind uit de zeilen te halen. Dat is ook wel goed gelukt, moet ik zeggen. Alleen, je ziet nu wat de consequenties daarvan zijn. Een anti-Europees sentiment binnen de Tweede Kamer. Een belangrijk deel van de bevolking die daarin meegaat. Overigens nog steeds geen meerderheid. 70% vindt de Europese Unie op enige manier oké. Ongeveer de helft van een groot voorstander. De andere helft zegt van oké, is noodzakelijk kwaad. En ongeveer een derde, of minder dan een derde, 25%, 30% misschien van de bevolking is echt politicus tegen de Europese Unie. Die gaat mee in dat sentiment. Maar in de Tweede Kamer zie je dat die 30% van echt tegenstemmers, dat die eigenlijk oververtegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Ik moet echt zien wat er gaat gebeuren. Het hangt er vanaf of bijvoorbeeld zo'n reddingsplan uiteindelijk ook nog een keer door de Tweede Kamer moet. En dan moet ik nog echt zien wat er gaat gebeuren. Denkt u dat Nederland tegen dat plan van de commissie van der Leyen gaat stemmen? Nou, ik denk dat het kabinet dat niet doet. Maar het hangt er helemaal vanaf. Het zal geamendeerd worden. Ik zat net een interview te lezen met de premier van Noord-Rijn-Westfalen. Ik dacht dat het de premier was. Die zei van, ja, een beetje, dat is allemaal overbrugbaar. Die verschillen van inzicht. Dus daar komen we wel uit. Maar ik moet nog zien hoor. Ik moet nog zien wat dan de Tweede Kamer gaat doen. En dat is echt wel een groot probleem hier. Realiseer dat twee verdragen, die staan nu op het punt om afgesloten te worden door Nederland. Dat is het CETA-verdrag met Canada en het is het Mercosur-verdrag met Zuid-Amerika. Nederland, die het land is dat het meeste baat heeft en ook de meeste handelsverdragen heeft van alle landen van de wereld, die gaat dit doen. Dat is echt heel bijzonder. Dat had je nooit kunnen denken, dat dit ooit zou gaan gebeuren. En toch gebeurt het op dit ogenblik. Dus ik denk dat het zeer onzeker is. Hier sloot mijn vraag ook bij aan. Is dat oké, Eliane? Dat is goed, zeker. Geen rol. Ja, oké. In hoeverre denkt u dus dat dit echt een bewuste strategie is? En in hoeverre politici zich ook bewust zijn van de langetermijnsgevolgen die hier aan... Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze zich daar niet van bewust zijn. Ik denk dat het probleem... Dus gisteren zag ik dat er een interview was met de voorzitter, vicevoorzitter van de Raad van State. Die had een rapport gemaakt, ongevraagd. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik zag een interview met de baas van de vicevoorzitter van de Raad van State. Die zei van, het is te veel op incidenten gericht. Het politieke spel overheerst te veel.
Er wordt eigenlijk niet meer nagedacht over de consequenties van wat er gedaan wordt. Dat zie je ook met wetgeving. Dat wordt door de Kamer gejast en vervolgens ja, blijkt het gewoon waardeloze wetgeving te zijn die weer gerepareerd moet worden. Mijn eigen ervaring met Kamerleden, die ik gewoon soms bijna dagelijks spreek, is precies hetzelfde. Het is incident gedreven. Het is scoren op de vierkante millimeter. En de consequenties worden eigenlijk niet meer van hun gedrag erbij bij betrokken. Dat is echt een heel groot probleem. Heel groot probleem voor voor wat er moet gaan gebeuren op dit ogenblik. Kijk, je kunt ook besluiten met z'n allen democratisch dat je uit de Europese Unie stapt. Maar dan zul je echt een idee moeten hebben wat je wel wil met je land. Nou, kijk naar de Brexit. Boris Johnson heeft dat gewoon niet. Hij heeft gewoon geen idee wat hij wil met zijn land. En ook daar zie je dus dat het hele idee van oorzaak en gevolg, actie en reactie, dat het gewoon op de achtergrond wordt teruggeschoven. En dat het al lang niet meer gaat over de feiten, maar dat het gaat om het politieke spel op zich. Dat is echt een groot probleem in een situatie waarin je juist een strategie moet hebben die een antwoord moet geven om te vragen hoe je eruit komt. Ja, want dat zou dan de vervolgvraag natuurlijk zijn. Waar denken we wel dat ze deze relaties vandaan gaan halen als het niet een Europees verband is en niet in Atlantisch verband? Ja, nergens. Dat is natuurlijk heel goed. We hebben nu de strategische monitor die mijn instituut met de HCSS met Klingendaal maakt. Op verzoek van Buitenlandse Zaken. Dat is een aardig verhaal. Ik zou eens moeten lezen. Die kan je wel downloaden van de website. Daarin hebben we bekeken wat onze natuurlijke partners zijn. In dit geval. Nou, wat denk je? Wat de natuurlijke partners zijn? Dat zijn landen als België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje, Portugal. Dat zijn landen waar wij eigenlijk het meest mee hebben. Maar we maken er op dit moment ook ruzie mee. En dat is echt een groot probleem. Dat is echt een groot probleem. Alleen al daaraan zie je dat Nederland niet in staat is om meer in te denken in termen van oorzaak en gevolg. En in de dynamiek van het proces wat je zelf veroorzaakt. Dat is echt een groot probleem. Dus zijn er wel politieke partijen die je positief verrassen? Nou ja, kijk, de enige uitgesproken Europese politieke partij is, pro-Europese partij, is natuurlijk ja, D66. Maar als je dus gewoon kijkt wat de VVD en het CDA op dit ogenblik aan het doen zijn, ja, dan vrees ik dat dit wel echt de verkeerde kant op gaat. En dit is wel, ja, weet je, ik bedoel, ik vind dat Rutte het geweldig heeft gedaan, eerlijk gezegd. Als ik mijn politieke uitspraak mag veroorloven met die crisis, dat heeft gewoon goed gedaan. Maar tegelijkertijd is hij wel verantwoordelijk voor de opkomst van het eurosceptische geluid. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, je moet ook niet slaafs achter de Europese Unie aanlopen. Je moet daar ook je eigen ideeën over hebben. Maar dit is gewoon een self-defeating strategy die we op dit ogenblik hebben bedacht. En dat is wel echt een groot probleem. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander niet in de gaten heeft hoe ongelooflijk schadelijk het is geweest wat Wolf Koeksa de afgelopen maanden heeft gedaan. Echt ongelooflijk schadelijk. Ik bedoel, er komt veel in het buitenland. Ik heb nu weer 3 maanden in Frankrijk gezeten. Ik heb dit soort conferenties met de hele wereld. Nou, denk niet dat het niet onopgemerkt is gebleven. Nee, oké. Dus dat wordt volgens u geen goede keuze voor Hoekstra als lijsttrekker? Nooit, niet, hij heeft het al afgezegd. Dus, oké. Ja, hij zou een uitstekende premier zijn geweest. Maar, ja, maar ook hier heb ik dus mijn... Ja, heb je nou eigenlijk wel in de gaten wat je aan het doen bent? Ik heb wel een vraag die hier een beetje op aansluit over meer Nederlanders als diplomaten in het algemeen. Er wordt nog wel eens wat gezegd over de stijl die Nederland heeft in lobbyen. En dat Nederlanders heel direct zijn, vaak doen waarvoor ze zijn gekomen en dan gewoon weer naar huis gaan. In plaats van dat ze echt deelnemen aan meer dat informele lobbyen. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, ik bedoel, mijn hele werkzame leven vanaf mijn studietijd doe ik dit werk en zit ik in die buitenlandse wereld. En ik kan me hier makkelijker uitdrukken en ik kan hier harder zijn in mijn veroordelingen en in mijn oordelen dan dat ik in het buitenland ben. Dan moet je je goed realiseren waar je in zit en hoe je
dus ook zeg maar te maken krijgt met een cultuur waarin bijvoorbeeld je niet al te hard je dingen kunt zeggen en waar je gewoon moet investeren in de onderlinge relaties om iets voor elkaar te krijgen. China is daar een extreem voorbeeld van. Je kunt, mijn relaties met Chinezen zijn goed, maar die zijn niet optimaal. En dat komt hierdoor, want ik heb geen tijd om elke maand naar China toe te gaan. En om daar een hele week te gaan zitten eten en drinken met Chinezen. Ik heb daar geen tijd voor. En bovendien hoef ik ook verder niks. Maar, maar dat leidt er wel toe dat je uiteindelijk ook minder voor elkaar krijgt. Je kunt niet zeggen, ik doe even één keer per jaar of één keer in de drie jaar een onderzoek naar China. Dan lukt het wel. Dat is keer op keer. Volgens mij is Merkel er al 25 keer geweest. Rutte één keer. Dat gaat dus niet werken. Bovendien zie je dus dat je dan ook moet begrijpen in het wielen en dealen met zo'n land, dat bijvoorbeeld een contract dat je hebt afgesloten geen contract is. En wij Nederlanders denken dan van, hoppa, dan gaan we dus ervoor en we gaan dat uitvoeren. Nee, het is een intentieverklaring die op elk moment herroepen kan worden. Ga je naar Italië toe, daar is het wel anders. Maar daar moet je ook veel meer in dat informele circuit gaan investeren. Met Italianen kom je niet uit bij de videoconferentie dat ik tegen jou als Italiaanse zeg van, moet je horen mevrouw, zorg nou eerst even dat je orde op zaken stelt. Ja, dat gaat gewoon niet weg. Dan voel je je totaal geschoffeerd. En dat is precies wat er gebeurt. Maar bij Italianen moet je ook veel, veel meer op het individu, op de persoon, op het gevoel spelen. En uiteindelijk kom je echt terecht waar je wezen wordt. Maar je moet het wel. Als ik met mijn Franse buren praat, de afgelopen drie maanden, die ik eigenlijk niet mocht zien, dan doe ik dat anders dan dat ik dat met mijn Nederlandse buren spreek. Ik vermijd bepaalde onderwerpen. Ik ben meer indirect dan dat ik dat hier ben. Ik vind dit prettig, maar ik weet gewoon dat niet werkt daar. Dus doe je het niet. Nou, dat spel, dat spelen Nederlanders niet zo heel erg goed. Maar voor een land dat zo afhankelijk is van juist die internationale verdragen, is dat best apart dat we daar niet meer moeite in steken. Ja, maar je moet je realiseren dat het vooral een politiek probleem is. En dat heel veel mensen die in het bedrijfsleven zitten, die spelen het spel helemaal goed. Die weten precies dat je gewoon echt een week moet gaan eten en drinken met de Chinezen om iets voor elkaar te krijgen. Die weten heel goed wat de waarde is van een contract. Die weten dat heel goed. Dus op handelsgebied is dat allemaal dik voor elkaar. Politiek gebied niet. Het probleem is alleen dat de politiek steeds belangrijker wordt. Omdat ook voor, laten we zeggen, ook de economie steeds meer politieke kanten krijgt. He, voor China geldt dat helemaal, dat het een staatskapitalistisch land is. Maar voor Amerika geldt het ook, omdat sancties steeds belangrijker worden. Het raakt direct bedrijven. En de Europese Unie ook, omdat je steeds meer te maken krijgt met screenings van buitenlandse investeringen. Dus die politiek wordt steeds belangrijker. In die economie. Oké. Gaan we door naar Mitchell. Ja, mijn vraag is de volgende. Ties Dams heeft een boek geschreven, De Nieuwe Keizer. Dat heeft hij ongetwijfeld kaf tot kaf bestudeerd. Daarin zegt hij dat Xi Jinping voornemens is in 2049 de wereldmacht te zijn. Ja. En Amerika compleet van de troon te hebben verstoten. Hoe groot acht u die kans? Wat is het effect daarvoor op Europa? Gaat Europa dan juist dichter bij elkaar in die ever closer union? Of drijft dat ons uit elkaar als China de nieuwe wereldmacht wordt? Dat was eigenlijk ook het startpunt van het laatste boek over de nieuwe wereldorde die ik heb geschreven. En dat heeft hij gedaan, deze uitspraak, tijdens het 17e partijcongres, 19e partijcongres in oktober 2017. De conclusie die ik in mijn boek heb getrokken, is dat hij daarin gaat slagen. Alleen niet in 2049, bij het 100-jarig bestaan van de Volksrepubliek, maar al in 2030. Gewoon over een jaar of 10 lukt hem dit al. Als hij dus inderdaad in staat is om die vierde industriële revolutie naar zich toe te trekken, en daar heeft hij alle schijn van, dan gaat dat lukken. Ja, dan krijg je dus inderdaad een wereldorde met Chinese karakteristieken. En het hangt er maar helemaal van af hoe Amerika zich gaat opstellen. Of wij zoveel mogelijk van de wereldorde waar wij ons
goed invoelen. Dus zeg maar die transatlantische orde, die westerse wereldorde, daarvan overeind kunnen houden. Dus dan komt het weer aan op Amerikaans leiderschap. Maar één ding is zeker. Als dit gaat gebeuren, ja, dan zul je dus gewoon als Europese landen ook op dit punt meer moeten gaan samenwerken, omdat je in een situatie komt dat je niet langer meer kunt toestaan dat je totaal uit elkaar wordt gespeeld en dat die Chinese karakteristieken van staatskapitalisten, autocratie, zero-sum game denken, mercantilisme, eigen economie eerst, ja, dat die helemaal het politieke discours gaan domineren in Europa. Dat is, als je dat wel wil, ja, moet je het vooral zeggen. Maar het lijkt mij niet zo prettig, want ik zou me er niet zo fijn mee voelen. Dat zijn al hele andere waarden. Dus je moet, dus mijn conclusie in mijn boek was, dit betekent gewoon dat je inderdaad Europees veel meer moet samenwerken. Maar je hoort wel nu iets meer verzet tegen China. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk heeft wel gezegd dat ze minder afhankelijk willen worden van China. En nu is het misschien niet mogelijk om dat op medisch gebied echt te doen. Maar denkt u dat deze crisis en vooral de schok van zo afhankelijk zijn van China op medisch gebied daar wel iets van verandering in gaat brengen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb net een rijtje gegeven van redenen waarom er gedeglobaliseerd wordt. Ik denk dat dat belangrijker is en dat dat proces toch wat doorgaat. En dat misschien die crisis, die coronacrisis, daar iets aan versnelt. Maar het niet het proces totaal omvormt. Daar geloof ik niet in. Nee, dat denk ik niet. Omdat daarvoor gewoon de interdependenties te groot zijn. Het is gewoon te complex, je kunt het niet uit elkaar rafelen. En Europa heeft gewoon weinig. Je kunt die wel willen produceren, maar waar komen die grondstoffen dan vandaan? Die komen niet uit Europa, die komen uit Afrika. Of uit China. China heeft, laten we zeggen, het bijna monopolie op het gebied van zeldzame aardes. En zeldzame aardes zijn helemaal niet zo zeldzaam, maar ze worden eigenlijk alleen goed gedolven in China. Maar die zijn essentieel voor de high-tech-industrie en de vergroeningsindustrie. Je kunt niet een elektrische auto rijden zonder dat er zeldzame aardes in zitten. En dus vandaar dus ook dat China die industriële revolutie naar zich toe aan het trekken is. En zeg maar autonoom rijdende auto's, elektrisch rijdende auto's. Die wil men zo veel mogelijk zelf gaan produceren. Dus door die industriële revolutie die ze nu voltrekt, wordt die interdependentie eerder groter dan kleiner. En wordt de afhankelijkheid van China eerder groter dan kleiner. Oké, dus daar gaan we. Geen verandering in zien. Nou, niet fundamenteel, het accelereert, het versnelt. Wat is de rol van India in dat proces? Want India is toch wel niks. De fabriek, toch? Nu voor ja, maar India is geen geopolitieke speler. Kijk, en dat heeft te maken met het feit dat India een hele andere achtergrond heeft dan China. China is een land dat volgens eigen zeggen een eeuw van vernedering achter zich heeft, van halverwege de 19e, halverwege de 20e eeuw. En die eeuw van vernedering komt door de kolonisatie volgens hen door Europese grootmacht. Dus er zit een enorme hoeveelheid rancune zit daarachter. Het heeft ook een andere cultuur. Het ziet zichzelf als een rijk van de midden. Nummer 1 in de mondiale hiërarchie. India heeft dat allemaal niet. Het heeft een totaal andere cultuur op dat gebied. Een totaal andere geschiedenis. India is nooit een land geweest. En China beschouwt zich als een, niet eens als een land, maar als een cultuur. Als een op zichzelf staande cultuur. Dus je ziet met India dat daar een land in opkomst is. Ja, dat niet een machtspolitieke ambitie op dit ogenblik heeft. Maar veel meer de ambitie heeft om zich aan te sluiten bij andere landen. Maar het is niet een geopolitieke speler in de zin van een opkomend China. Bovendien duurt het wel heel erg lang totdat India eens een keer echt helemaal zich ontwikkeld heeft. Het heeft onder andere te maken, ja, met de cultuur die ook hier tegen die ontwikkeling van China ingaat. Ik weet niet wie van jullie wel eens in India is geweest, maar als je daar op de snelweg rijdt, dan moet je onder zoveel meter moet je de koeien van de weg duwen. En die ook nog een keer heilig zijn en je dus helemaal niet van de weg mag duwen. Nou,
dat zijn echt hele grote struikelblokken voor een land om zich verder te kunnen ontwikkelen. China is onvergelijkbaar. Wat ik ook persoonlijk een heel interessant iets vind, is de manier van propaganda van China. U had het inderdaad al eventjes over die hulp waar altijd strings aan zitten. Het heel erg censureren. Waar ook heel veel ophef over is geweest, is natuurlijk TikTok. Met alle data die China daaruit haalt. En die ook verboden is bij veel, bij defensie en dat soort dingen. Heeft u daar nog meer voorbeelden van die manier van propaganda waar China zo goed in is? Ik zou bijna zeggen, het gaat maar door. Kijk, als ik me nou alleen even beperk tot die coronacrisis, dan heeft de Chinese propaganda die crisis aangegrepen om duidelijk te maken dat China de norm zet. De norm zet voor internationaal leiderschap, de norm zet voor het aanpakken van een crisis, en daarmee is de softpower probeert te vergroten. Er zit alleen één groot probleem in. En dat is dat de propaganda erg top-down is. En gericht is op het doen laten geloven dat de Chinese aanpak de beste is. Dus die propaganda is gericht op het uitventen van het Chinese verhaal. Dat is heel anders dan de Russische propaganda. De Russische propaganda is niet gericht op het uitventen van het Russische verhaal, maar op ondermijning. Dat is een heel andere manier van doen. Dat slaat terug. He, wat er is gebeurd, ook in Nederland, is dat Chinese ambassadeurs, die hebben de opdracht gekregen om het Chinese verhaal uit te dragen in kranten. Nou, wat gebeurt er? Er is advertentieruimte gekocht in bijvoorbeeld het Financiële Dagblad. Het is eerder gebeurd in andere kranten. En dan wordt het duidelijk gemaakt dat het Chinese verhaal de beste is. Ja, wat denk je nou eigenlijk hoe dat overkomt hier in het Westen? Als een ambassadeur, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar vertel mij eens wat jullie daarvan vinden. Dat er een ambassadeur is die advertentieruimte koopt om duidelijk te maken dat het Chinese verhaal het beste is. Wat denk je dan? Dat is niet de taak van een ambassadeur, lijkt mij. Nee, dat lijkt mij dus ook niet. En geloof je het wat er staat? Nee, niet als het van China komt, nee. Nee, nou ja, dat is wat ik bedoel. En ik bedoel, hoeveel mensen zouden nou een ander antwoord geven dan jij? Ja, dat is lastig. En dat is natuurlijk, kijk, dus het idee dat China heeft, dat je dus op die manier steun kan krijgen voor de Chinese visie, is natuurlijk heel raar. En dan heb je dus ook gewoon even niet door hoe het in de democratie werkt. Maar het werkt wel in China, omdat alle media aan de leiband lopen van de staat. Dus zij proberen hetzelfde te doen als wat ze in China doen. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Dus het heeft een averechts effect. Maar ik moet zeggen, Chinezen leren snel hoor. Dat doen ze een paar keer en dan is het dat wel. Oké. Okay. Ja. Frank heeft een vraag, volgens yes. mij. Yes, Frank. Mm-hmm. Ja, dankjewel Julianne. Ik had eigenlijk persoonlijke vraag, is een groot... groot woord, maar wat ik zelf heel erg interessant vind als we het toch over China hebben, is dat China een hele bijzondere ontwikkeling maakt vanaf de jaren 50. En begin natuurlijk Mao's de China, wat op een gegeven moment werd omgezet in een staat met een soort marktsocialisme. En wat ik vooral heel erg interessant vind, is de recente ontwikkeling met de Oeigoeren, wat bijna een racistisch oogmerk heeft. Ik vroeg mij af wat uw mening is over de richting die China opvaart. Denkt u dat de vorm van zeg maar een overheid, dat dat ook weer langzaam een andere kant op gaat? Misschien zelfs weer meer een fascistische kant op. Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, dat is een goede vraag. Vroeger werd de vraag altijd gesteld, wordt China een democratie als ze zich economisch gaan ontwikkelen? Nou, iedereen die begint nu al te begrijpen dat dat niet zo is. En nu krijg je dus inderdaad deze vraag. Wat we op dit ogenblik zien is dat de repressie toeneemt. Dus er wordt steeds meer een echte dictatuur. Vrijheden worden echt steeds meer ingeperkt. En ik vraag me werkelijk af
hoe lang dat houdbaar is. He, dus als je in China bent, dan is het ook bijna onmogelijk om buitenlandse websites te bezoeken. New York Times is alleen maar niet mogelijk. Gek genoeg, ik kon de NRC kan ik ook niet bekijken. Nu.nl wel. Dat is heel vreemd. Maar die repressie wordt dus opgevoerd. Het wordt echt een controlestaat, gefaciliteerd door kunstmatige intelligentie, 5G. Dus dat hele nieuwe mobiele netwerk wordt uitgerold. Apps. De grote vraag is hoe lang je dat volhoudt. En dat hou je niet meer vol als je bijvoorbeeld niet meer kunt leveren. Dus als er echt een economische recessie ontstaat en de mensen worden aangetast in hun welvaart, dan is dat een grote bedreiging voor China. En dat zou politieke consequenties hebben. Maar voor de rest niet. Dus wel als de Chinese Communistische Partij niet meer kan leveren. En leveren in termen van welvaart en veiligheid. En economische veiligheid, dus bestaanszekerheid, hoort daar zeer nadrukkelijk wel bij. Ja, dan krijg je gewoon meer opstand. En dan, daar zijn de Chinese leiders ook ontzettend bang voor. En omdat ze er bang voor zijn, wordt ook de repressie opgevoerd. Dus dat is een wisselwerking die op zich wel link is. Maar dat wil zeggen dat het Chinese systeem wankelt op dit ogenblik. Absoluut niet. Oké, dank u wel. Dus eigenlijk, zolang de economische groei stabiel blijft, dan heeft China niet zoveel te vrezen. Ja, dan hebben de leiders niet zoveel te vrezen. Mag ik nog heel snel wat één ding vragen? Want mijn vraag ging vooral over de ontwikkeling van de partij zelf. Het feit dat er een omwenteling kwam. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Maar eigenlijk is dat hetzelfde antwoord. Xi Jinping is een partij. En de partij blijft overeind als Xi Jinping levert. Het is niet meer te scheiden van elkaar. En zeker niet sinds Xi Jinping bedacht heeft dat hij leider voor het leven moet zijn. Zal je zien dat niet echt... dat maakt gewoon niet uit. Dus als, het is nu zo met elkaar verweven dat die opstanden er zullen komen. En dus een bedreiging vormen voor de Communistische Partij. Wanneer er niet meer geleverd kan worden. En dat is precies ook wat Xi Jinping zich en de Communistische Partij zich heel goed realiseert dat het geval is. De grootste bedreiging is niet leveren. Dus economische onveiligheid en onveiligheid op andere gebieden. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar Bram. Ja, eigenlijk lijkt onze tijd best wel erg op de tweede helft van de 19e eeuw. Een veranderende wereldorde en steeds minder diplomatie en meer machtpolitiek. Ja. En ik vroeg me af, want in het boek Zijn en de Wijk wordt die elke week voorspeld, maar in hoeverre is de derde wereldoorlog nog te voorkomen? En wat is daarvoor nodig om China, zeg maar, op te nemen in het internationale orde die we nu hebben? Nee, het zal omgekeerd zijn. Dat China zal proberen ons op te nemen in hun orde. En die worden gevormd op dit ogenblik. En die wereldorde is in rap tempo aan het veranderen. Dus je krijgt een Chinese een wereldorde met Chinese karakteristieken. En die zal er anders uitzien. Die is niet liberaal. Die is niet gebaseerd op ons vrije marktdenken. Niet op onze waarden als democratie en allerlei andere liberale waarden. Dus dat zal gaan veranderen. De vraag is wat er nog van overblijft. Wat voor restanten van die liberale wereldorde je nog overhoudt. En dat betekent dus dat je blokken krijgt in de wereld. Die voorspelling van de derde wereldoorlog is natuurlijk altijd een soort running gag in ons radioprogramma. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Ik bedoel, als er conflicten zijn, dan zullen dat veel meer conflicten zijn die te maken hebben met wat we noemen flow security. Flow security betekent dat eigenlijk alles wat stroomt en zich verplaatst, dat is een onderwerp voor agressie. Datastromen, dus cyber, handelstromen, dat is het probleem wat we nu zien met de Zuid-Chinese Zee, het vrije verkeer van mensen, van goederen. Dus zeg maar, alles wat zich verplaatst en wat de levensaders zijn van landen, Die zijn onderwerp van agressie en van conflicten. Niet landen zelf. Dus de derde wereldoorlog in die zin zie ik niet gebeuren.
We houden dat er wel in natuurlijk bij boeken zijn in de wijk, omdat dat leuk is. Ja. Maar dat zie ik niet gebeuren. Wat je wel ziet, en dat zie je al gebeuren, is, ja, nou ja, dus die aantasting van die flow security. Het verplaatsen van alles wat van belang is voor de welvaart en de veiligheid van je land. Als je dat afknijpt, dan heb je een probleem. Nederland kun je makkelijk op de knieën krijgen door zeg maar de handelstromen af te knijpen. Dan is het gewoon binnen een week gebeurd met Nederland. Ja, maar zou je dan zeggen dat de tijd van echte veldslagen een beetje voorbij is? Ja, ik denk het wel. Omdat ook de opkomende landen ook nucleaire mogelijkheden zijn. Ja. En ik zou niet goed weten hoe je dat zou moeten doen. Dat wil niet zeggen, zeg nooit nooit in deze wereld. Het kan altijd wel gebeuren. Maar ik zie dat niet. Ik vind het lastig om daar een scenario voor te bedenken. En dat speelt natuurlijk ook op dit ogenblik met Rusland. Waarbij er wordt gedacht van, die Russen kunnen zo de Baltische Staten innemen. Dat is ook zo. Maar als je dat doet, loop je ook het risico van nucleaire escalatie. Dat is dus iets wat je absoluut niet wil. Maar wat je vervolgens ziet, is dat, dat noemen we hybride dreigingen, Rusland gewoon aan het rotzooien is om te ontwrichten binnen de industriële NAVO-landen. Dus het is veel meer dat soort strijd dan dat het echt een grote invasie is van Russische hordes richting Nederland. Dat zie ik niet snel gebeuren. Oké, dank u wel. Oké, ik zie nog een vraag van Evianne en we lopen bijna tegen het einde aan. Dus ja. Als er nog vragen zijn, dan is zo het laatste moment om te stellen. Maar eerst naar Evianne. Ja, want we hebben het al heel veel over China gehad en het geld dat daarvan uitkomt. Maar er komt natuurlijk ook best wat geld vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Wat denkt u dat daar de invloed van is? Vooral naar de Balkan. We zien, de Balkan is echt een interessant gebied. Daar vindt gewoon echt een strijd om invloed plaats tussen de Chinezen, de Russen, de Europese Unie en de Golfstaten. De Golfstaten inclusief Iran. Die proberen daar inderdaad in te investeren om ervoor te zorgen, interessant genoeg, dat die landen niet bij de Europese Unie komen. Dus dat is wat daar gebeurt. Vervolgens heb je natuurlijk allerlei activiteiten naar moskeeën hier in dit land. Maar geopolitiek is de Balkan het meest interessant. Het is niet echt, wat er hier gebeurt in Europa en in de individuele lidstaten is niet echt een factor. Dat moet je met de inlichtingendiensten en de politie moet je dat oplossen. Maar niet met geopolitiek. Wel de Balkan. He, dus de discussie over de toetreding van landen als Macedonië en Albanië is echt geopolitiek. Ook hier zie je weer dat Nederland dwars ligt. En zeg maar, dat willen we niet. En het wordt verengd tot criminaliteit uit Albanië. Maar de echte vraag is natuurlijk, wat wil je nou eigenlijk met dat gebied? Wil je dat bij Europa komt? Onderdeel wordt van Europa of totaal wordt verscheurd tussen buitenlandse mogelijkheden die belang hebben bij die verscheuring van het gebied. Nou, zeg dat maar.